Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Het is weer tijd voor een map randomizer, maar dit keer gaan we dat anders doen. Ik ben natuurlijk weer met Nando. Hallo ja. Nando. Ja, hallo. Het werd weer eens hoog tijd, hè? Inderdaad. Deze keer gaan we in plaats van dat we alle gyms op volgorde moeten doen, gaan we een bingo kaart gebruiken. Dus eigenlijk is het een combinatie van mijn twee favoriete challenges, de bingo en de map randomizer. Zoals jullie op het scherm zien, hebben we een bingo kaart. En ik moet eigenlijk even met jou overleggen wat we gaan doen. Want ik denk dat als we voor één of twee rijen gaan, persoonlijk, denk ik dat we heel snel klaar zijn. Denk je ook niet? Ja, dat zou best wel eens kunnen, inderdaad. Wat zullen we doen? Gaan we voor de volle kaart? Ja, dat op zich kan dat wel. Aangezien... We kunnen voor de volle kaart gaan en we kunnen ook een eindtijd afspreken voor als we het niet hebben gehaald dan wie op dat moment de meeste dingen heeft. Ja, het ding is wel, ik zie hier stop een evolution with Everstone, dus dan moet je een Everstone, maar die kan je op zich nog redelijk makkelijk fixen. Maar Stone Evolution daarentegen? Nou ja, dat is een Pokémon vinden en dan die evolueren met een steen. Ik denk ook niet dat dat per se al moeilijk is. Nee, maar de steen zelf krijgen kan wel, want ik weet niet of er heel veel overworld evolutiestenen zijn. Meestal moet je shards inruilen. Ja, maar volgens mij zijn er wel overworld evolutiestenen. Okay. Ik denk wel dat die er zijn. We moeten daar maar even naar kijken. Maar zullen we dat even kijken? Wat zullen we als eindtijd afspreken? Half vier? Ja. Nou, prima. Half vier lijkt me een toptijd. Dus dan hebben we eigenlijk 2,5 uur om of de bingo kaart te completen of wie er op dat moment de meeste heeft. Zullen we eerst heel even de bingo kaarten doorgaan, zodat we een beetje weten wat we moeten gaan doen? Ja. De TM19 Gigadrain biedt Aqua Admin met Carvana of Sharpedo. Dus een van die twee Pokémon's moet die Aqua Admin hebben. Cancel an Evolution 3 times. Easy win. A Ground, Flying en Fire type in je team. Ga ik dan heel even vanuit. Ja, denk ik ook. Ja. Beat a Psychic with a Psychic type. Oké. En bedoelen ze dan een Psychic Pokémon of die Psychic Trainer Class? Ik denk Trainer Class. Als dat je nu het zeg maar. Ik dacht aan een Pokémon, maar nu je het zegt Psychic, dat is ook een Trainer Class. Ja. Ik denk ook dat het de trainerklas is. Nee, die zijn makkelijk te vinden. We moeten op één moment in bezit zijn van een Antidote, Awakening, a Paralyze Heal, Ice Heal en een Burn Heal. Hi. We moeten een Pelipper vangen, een Delcatty, een Plusle. Geen TM's mogen we gebruiken. Okay. Don't evolve your starter Pokémon. Ik zou dus inderdaad Save State zetten om... mocht je per ongeluk hem wel laten evolueren omdat je speedknop gebruikt, want die is gewoon toegestaan. Ja. Dat je dan niet per ongeluk je ding evolueert. Dan kan je ervan nog terug. Ja. Beat your rival 4 times. Nou. Premier Ball, nou die is ook niet zo moeilijk. Stop an evolution met een Everstone. Een Stone Evolution. Pokémon with a multi-hit move. Shuppet. Vangen. Beat Magma Admin met Numble of Camperupt. Ja, nou, hetzelfde als met Aqua. Ja, die zijn ook niet zo moeilijk. Skarmory. Use Splash. Is ook niet zo moeilijk. Jigglypuff. Soothbell. 6 Soda Pops. Beat Gabby en Tai 3 times. Is dat die cameraman en die... Ik denk dat dat inderdaad die cameraman en die interviewverslaggeverster is. Ja. Oké. Okay. En make an in-game trade. Dat nog best wel... Ik kan me echt niet meer herinneren waar die zitten, die in-game trades. Ik ook trades. Niet, maar we hebben gewoon natuurlijk Google... Zullen we die even heel snel... Je mag van mij sowieso gewoon Google erbij houden, hoor. Dan pak ik deze ook alvast... Weet je, het is altijd handig om dat gewoon voor je snuffer te hebben. Ja. Weet je in ieder geval wat je kan doen. Oh. Precies. Kijk, die en die. Okay. Nou, perfect. Ja? Goed. Ik zit nu op het scherm van New Game en Option. Oké, nou, dan 3, 2, 1, start. Top.
Maar dit is alweer een tijdje geleden dat we iets hebben gedaan. Dat klopt, samen. Ja. Deze hebben we nog nooit gebingo'd. Natuurlijk wel gerandomized. Of de map gerandomized. Ja, en dat was altijd een interessant concept te doen. Laten we daarop houden. Vooral als je je beeld niet opneemt. Oh ja, yeah. Dat is ook een keer gebeurd, ja. Wanneer ga je dit uploaden? Dat zal waarschijnlijk komend weekend zijn, denk ik. Oké. Dus, snel in ieder geval. Dan moet het nog komen. Fascinerend. Ik was helemaal vergeten dat de GameCube in de kamer van je rifle geel is. Oranje. Echt vet. Blijkbaar is dat exclusive voor Japan. Wist je dat? Oh nee, dat wist ik niet. Zo'n exclusive voor Japan. Ik snap niet waarom ze die keuze hebben gemaakt. Maar je kan hem wel laten verschepen hier naartoe. Dan is hij natuurlijk, kan je alleen maar Japanse games erop spelen. Oh ja, want vroeger zat daar zo'n ding op, ja. Ja, er zit zo'n region lock op. Maar ja. je kan iets kopen of zoiets ervoor om dat eruit te booten. En dan kan je gewoon dat unlocken. Oké. Nou ja, ik zat er zelf niet aan. Kan je gewoon niet de kast, zeg maar, kopen. En dat je de inhoud gewoon allemaal uit een andere haalt. Kan ook. Dan moet je wel technisch slim zijn daarvoor, dat je dat kan Never doen. Never mind. Nou ja, eerlijk. Ik heb gezien dat heel veel modders nu de inhoud van een GameCube eruit halen. Omdat de DVD-reader verslijt elk jaar. Dus dat is niet zo best. Nee. Maar kijken, wat wilde ik nou zeggen? Dan zetten ze een soort van GC-loader-achtig iets in. Uh-huh. En daarmee kan je dan games booten of starten met een SD-kaart. Oh, dat is best wel vet. Dus ik zit eraan te denken om dat binnenkort te gaan halen. Het is wel redelijk prijzig op zich. Maar het is op zich wel waard, denk ik. Die Pokémon Center is gewoon een Pokémon Center. Mooi, toch? Ja. Yeah. Kijken. Ah, fucking hell. Moet even... Ga erin. Ik moet even weer helemaal wennen aan het load state gebeuren. Nou, nu kom ik alleen maar Zubat tegen. Oh, vet. Dan komen we gelijk hier. Oké, dat is de Magma Hideout. Jezus, het is hier Pokémon Center. Ik heb de zesde gym gevonden. Vet, ik heb Ho-Oh gevonden, alleen ik heb de zesde. Wat? Dus ik moet weer helemaal terug gaan lopen. Ja, want daar one shot me natuurlijk. Ja. Dit is heel nice. Wat is de strat van die bingo randomizer? Ja, daar moeten we nog even achter komen. Want dit is echt de eerste keer dat we dit doen. Want het is wel heel erg hectisch. Want normaal gesproken dan moet je gewoon bijhouden waar alles zit. Ja. Maar nu is het zo van, je moet ook nog eens bijhouden welke dingen je wilt verkrijgen. Kijk. Precies. Ah, hij doet alleen maar Sunny Day. Shift F2 of Shift F1? Load. Oh, gewoon F1. Save game, wat een vlot thing. Je hebt ook wat gevonden? Ja. Master Ball. Oeh. Dan is dat misschien wel een betere stat om eerst te kijken waar die Master Ball dan zit. Nou, het is meer geluk dan wijs dat ik die natuurlijk tegenkom, hè. Maar... dan kan je wel straks Rayquaza gewoon vangen, zeg maar. En dan is het easy game. Zeker. Ik heb al een tijdje niet meer Emerald aangeraakt. Ik heb alleen maar Legend Arceus gespeeld. Ja, snap ik. Maar en natuurlijk BDSP hebben we ook nog gedaan, hè? Ja, klopt. Ik ben alleen nog steeds niet zo ver op het moment. Maar ja, daar kies ik zelf voor. Dat is zeker zo. Nou, dit wordt niks, denk ik. Oh. Wat zit hier? Devil Corp.
altijd leuk dat je in die tafel wordt geglitcht. Zeker, zeker. Even kijken. Oeh, deze moet ik even kut. Hier kunnen we even zometeen wellicht wel een van die vakjes afmaken. Kom op. Okay. Oh, serieus, wauw. Verkeerd klopt. Oh nee, ik zit bij Phoebe. Kut zo. Normaal zou ik blij zijn, maar ja. Nu niet. Nou, ik kan niet wegrennen natuurlijk. Oké. Okay. Doe de groetjes aan Phoebe. Zo hou ik toch geen geld over, jongens. De groetjes, Phoebe. Oké. Dat is komen alweer in Petelburg. Ik triot. Oh, ik zit nu een beetje in een loop. Ah, daar houden we van. Sorry. Oh, dit is voor surf. Oh shit. Oké. Ah, fuck. Dan zit je eerst in dat gebouw voor die. Trouwens, deze kunnen we ook al vast aanklikken, bedenk ik me nu. Ah ja, dat is waar. Oh, dit is heel ziek. Of niet? Oh nee, never mind. Kids. We moeten even de goede uitgang vinden. Oeh, dit is nice. Dit is nice, oké. Fuck. Oh, dat leidt een heel rondje. Perfecto. Ik weet niet zo goed wat ik... Nee, hier ga ik niet naartoe. Dit is niet de straat. Kijk, misschien dit. Daar heb ik ook niks aan. Nou. Hij heeft al Shuppet. Ja, nee, ik ben al een paar keer daar geweest, maar... Ja, ja, nee. Wow, ik heb het beste item van de game. Wil je weten wat het is? Ja. Harbor Mail. Harbor Mail. Yeah. Fucking nice. Oké, en ik heb Sydney gevonden en ik ben dood door Sydney. En nu ben ik weer helemaal ergens anders, vet. Very sad. Oké, een reetje cutscene van Septopolis. Oh, dat betekent dat je Rayquaza dus al een keer bent tegengekomen. Nee, ik kwam Wally tegen. Dit is wel een goeie. Ik moet eerst experience krijgen, though. Oh, fuck, Wallace. Ja, maar ik wil helemaal niet winnen, kut. Ben je al een legendary dan? Ja. Yeah. Oh, welke heb je gevangen? Ho-oh? Nee, hoe heet die bitch? Groudon. Ah, je hebt Groudon gevangen. Ik denk gewoon, ga winnen. Lekker, dan mag je naar de credits. Nee, ik ga niet winnen. Oké, nice. Ah, beter. Nou, voor het geld is het alleen niet zo mooi. Kutzooi. Dan moet je even schakelen. Oh nee, dat is Wallace. Wacht. Oh, blijkbaar heb ik mijn potion ergens al gebruikt. Kut. Nee, maakt niet uit, want dan heb ik nu weer genoeg pipi. We need the PP. PP is very important. Misschien kan ik beter één. Oh, yeah. Nee, doe niet één voor me. Dude, Milan die hit alle checkmarks en ik zit alleen maar te kut. Dat klopt, ja. Heb je al gym 1 gevonden? Nee, dat hoeft ook niet. Had jij hem wel gevonden? Ja, ik ben nu bij gym 1. Het is wel een... Ja, ik ben hem nu aan het doen, want dan kan ik week veel. Ik weet niet wat je hiervan krijgt. Geld. Monies en... Ik moet een iets level trainen. Alleen... Wauw, dat is kut. En dan switchen we naar die. Oh.
Die kan ik aanvinken. Easy win. En ik heb badge. Welke multi-hit move heb je? Arm thrust, oké. Okay. Ik denk dat we nu wel weer een safe stage kunnen zetten. Dat is altijd de manier waar ik dood ga, omdat ik geen safe stage heb. Ja, precies. Ah, jee. Dit kan ik wel doen, want dan gaan die gastjes weg. Most deep, fuck. Ik maak gigantische rondjes. Oeh, Lugia. Ik heb alleen dat een Master Ball. Ik heb 3 Pokéball. Oké. Okay. Nou, we kunnen wel even een paar pogingen doen, Lugia. 1, 2, 3, 1. Zodra je gewoon een legendary hebt, dan is de game gewoon klaar. Yep. Kom op, Lugia. Dan kan je gewoon sweepen. Yep. Ik vind wel Kyogre is wel beter. Alleen ik moet wel onthouden dat ik geen TM's mag gebruiken. Yep. Dat is wel een beetje lastig. Want er zit echt hele goede TM's in, zoals Ice Beam. Mm-hmm. Okay. Oké, dan gaat weer een hele wereld voor ons open, zie ik al. Jezus, oké. De bitch, ga daarna in. Kom op, RNG. Ik weet dat ik een Pokéball gebruik en niet een Great Ball of wat dan ook, maar... Come on. Oh, hey. Shepard, jij bent zo'n vuile bitch. Dankjewel. Oh. Nee. Weer nog een keer. Anders ga ik door. Laatste poging. Oké, nog één poging, want ik kon niet allemaal ballen gebruiken. Nee. Hij shakte 3 keer. Heel sad. Oké, nog 1 keer. Ah, oh, weer 3 keer. Nou, fuck it. YOLO. Gaan we door. Anders komen we nooit ver. Ah, fuck. Ik ben gesoftlocked. Ja, dat had ik ook. Want ik heb de andere kant van Sydney gevonden. Ik heb nu al de Masterball. Ja, maar daar kan je nog doodgaan. Ik heb nu ook de Masterball, dus ik weet exact waar je was. Oké. Maar ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat meneertje Proudhon ook gewoon hier zit. Oh. Even een safe stage hier zetten. Oké. Die mag ik nu ook afvinken. Je loopt voor. Yes. En dan gaan we gelijk even safe stage. Ja, zeker Bakelfles. En kijken. Als ik me... Oh ja, wacht man. Het is allemaal gerandomized natuurlijk. Ik dacht, oh, ik kan easy win de vishengel halen. Maar dat kan niet. Kijken. Wat verkoop jij? Oké. Good. Meer hebben ze niet. Wat mis ik dan nog? Magische poeder. Dat mis ik sowieso. Kijken. 1, 2, 3. Ik mis er nog 2. Oké. Easy win. Alweer door. Ik weer een safe stage. Zeker.
Pokecentertje. Granite Cave. Oeh, die moet ik even onthouden. Ja, vond je iets wat je moest onthouden? Ja, dan kan ik Fly gebruiken. Dan gaat het wel een stuk sneller natuurlijk. Kut, ik heb 2 gevonden. Dat was deze toch? Ik heb Ho-Oh ook gevonden inmiddels. Ah. Zelle. Dit is weer wat anders. Ging ik hierin dan? Ah ja, en dan was het de bovenste, die moet ik niet pakken. Hier ben ik weer gelokt, dus ik kan weer terug. 2 keer terug. Ik ben benieuwd waar je die kraaldol hebt gevonden. Nou, hier kan ik niet door. Zettertje. Kut heb ik niet nodig. Serieus. Welke map is dit? Oeh. Nou, dat vind ik wel prima. Dan ga ik wel hier dood. YOLO! Een waterpolo. Inderdaad. Ooit op een dag dan kunnen we ervoor zorgen dat... The man, the myth, the legend, de Sandarino ons gewoon joint. Echt hoor. Tanden jongen, waar heb je... We hebben je echt nodig. We willen triple gewoon... Threat van maken. We willen gewoon een random emerald doen. De map randomizer. Moet ik zeggen, ik denk dat ik dit nu al leuker vind. Ja? Ja, jij niet? Ik vind, weet niet, ik heb hier minder het idee van, oké, ik moet echt super erg gaan onthouden waar de gyms en zo zit, zeg maar. Nu denk ik van, joh, ik doe wel wat en dan is het wel goed. Goed, dat maakt het wel wat meer, het gaf wat meer druk. En nu heb je zoiets van, ja, je moet nog zoveel doen. Mm-hmm. Dus je kan een beetje rustig aan, een beetje aankijken wat je doet. Ja, dat is wel wat stuk fijner, inderdaad. De rest, ja. Ja, voor mij is het wat meer hectisch, want ik moet ook nog letten op of ik dingen tegenkom die ik moet afstrepen. Ja, precies. The Lost Iron Tail. Ah, vet man. Laat me alsjeblieft ontsnappen. Ah, nee. Kom op. Ah, oké. Okay. Wat is het hier? Naval Rock. Nee. Kom ik weer bij Drake? Nou ja, fuck it. Drake killt me toch wel. Drake en Josh. Doet keek je dat vroeger? Ja. Ik heb dat ook nog gekeken. Ook al die Engelse, maar ik begreep er helemaal niks van. Nee. Ik vond het eerst niet zo heel erg puik, maar op een gegeven moment dacht ik wel, oh, dat is best wel grappig. Ik weet niet, je moest eraan wennen, denk ik. Mm-hmm. Maar het hielp ook dat ik al iets meer begreep van wat er werd gezegd steeds. Oké. Ah ja, hier ben ik al geweest. Oké, dan gaan we hier checken. Yes, een Shadow Ball. Zou het nou net zijn dat we die TM's beter niet kunnen gebruiken? Ja. Kijk, een Dive Ball. Ja, die had ik ook gevonden, ja, die Dive Ball. Hier zit toch een kudde... Ah, fuck. Nou, ik heb niet zoveel aan die diveball als ik al een masterball heb. Maar het ding is, ik heb nog niet echt een legendary gespot waarvan ik denk, oh, daar wil ik hem op gebruiken. Dus ik zit een beetje te handen de hele tijd met die bal. Kijk, hier komen we hier uit. Gaan we Wally even verslaan. Dan weten we gelijk wat hier achter zit. Bitch, de vuile bitch gebruikt die gewoon. Ah, lekker. Ik wil hem in. Hier. Smart. En natuurlijk heeft hij niet wat ik wil.
Ja, ik wil echt geen hollow vangen. Niet? Nee. Oh, kan niet. Kijk, Rayquaza is S-tier. Die moeten we vinden. Of een Groudon of Kyogre. Kan ook nog. Het is dan wel zo dat ik dan risk dat ik de hele tijd niks doe, maar... Oké. Lilikoof is wel... Heb ik heel wat nog niet ontdekt. Oh. Oeh. Nou ja, dit is waar je Rayquaza of Kyogre vrij laat. Daar heb ik niet zoveel aan. Dat op Birkenwoods kan ik wel even snel hier naartoe. Woed. De markt. Oeh. Ik heb Rayquaza gevonden. Wauw. In de markt. Oké. Het ding is nu, ik moet het weer in... Hup komen. Is een topless, maar ik heb geen fly. Dus dat wordt wel lastig. Mm-hmm. Oh shit. Shupit. Oh wow. Dat leidt gewoon naar fucking Hot Spring. Nee, niet Phoebe. Kut. Nou ja, ik wil wel dat de Rayquaza vrij is, want als ik dan Zootopolis vind, dan... Manando, ik heb net de Harbor Mail gevonden. Kaboom! Ah, nee! Nee! Kut, dat is niet de bedoeling. Oh, jawel. Nee! Alleen ik mag de geilige Harbor Mail gebruiken. Oh, kut. Trouwens, het is beter dat ik Mudkip train, want dan kan ik ook weer wat afvinken zometeen. Nee, oh nee. Stomme fucking speedknop. Ik heb tackle verleerd voor Bite met een D. Ja. Dat is niet handig. Nee. That is not handiging. Maar ik killde hem wel. En dat noemen ze kaboom. Inderdaad. Oké, dat is 1. En ik moet weer op een safe state. Never forget the safe state. Inderdaad. Zo. Ik kan wel even healen. Trouwens, en we gooien even... Nee, want Mudkip moet die experience, zodat we weer wat af kunnen vinken. Kunnen we die easy clap afvinken. Inderdaad. Kijk. Gaan we hier even naar. Kut. Phoebe. Phoebe die wil ook alleen maar vechten. Oh, kut. Maak me dood, Phoebe, alsjeblieft. Dank je. Ibi wordt daar heel erg blij van, dat je dat gewoon toestaat. Ik zou wel echt denken van, hè, what the fuck. Oké. Echt wel. Oeh, gym 3. Wat kan je dan? Dan kan je volgens mij rock smash. Dat rocking smashing. Smashing those rocks. Very important. Of was het dat je strength kon? Ik weet het ook niet. Victory Road? Nee. Fuck this shit, I'm out. Oh, fuck. De Pokémon denkt, ja, yeah, fuck you. Jij bent out. Ah. Nou. Wat zit hier dan? Ah, de fietsbrug. Nee. Dat wil ik echt niet zijn. Dat zijn van die plekjes waarvan je denkt van, liever niet. Inderdaad. Oh yes, ik ben weer in Lilikoof. Oké. Wat zit hier? Cave of Origin.
Mount Pyre. Doe je wel iets? Nee. Oké, okay, wat zit er hier? Oh, oké. Okay. Dus je kan Easy Clap naar Rustboro. Ja. Hier wil ik ook nog even het een en ander ontdekken. Wat is dit? Oh, dit is die granite plek. Dat is wel een popper plek. Oh, trouwens. Je hebt een Magikarp. Dat klopt, ja. Lekker. Kan, als ik mijn kaarten goed speel, dan heb ik zometeen een evolutiesteen. Wat? We gaan erachter komen. Volgens mij kan je dat hier krijgen. Ah. Dingen zijn wel sterk, zeg. Kijken. Dat is de verkeerde. Die moet ik al helemaal niet tegenkomen. Fuck. Is dat ik Shuppet heb, want anders was ik echt fucked geweest. Oh mijn god, kan ik niet wegrennen van een fucking Voltorb? Kom on. Ah nee. Nee! Kut! Nou, ik heb in ieder geval de cutscene met de Quasar gezien, dus ik kan nu de Quasar vangen. Een beetje jammer. Ja, ik moet alleen nog naar die plek toe. Ah, fuck. Word ik weer gekilled. Doet Zigzagoon met Sand Attack OP. Cool. Okay. En dan moet ik even keihard op B drukken. Want dat is twee evolutie skips. Mount Pyre, daar heb ik niks aan. Ik ga weer terug. Godverdomme Sydney. Ik denk dat ik even safe state zet weer. Anders moet ik zo meteen weer hier naartoe. Voor de mooie Rayquaza. Ja, hier gaan we weer dood, denk ik. Ja, en dan heb ik alleen nog die. En, oh, daar kan ik wel mee rennen, maar... De tweede keer kan dat niet. Oeh! Ja, ja! En dan hier naartoe, en dan... Dat is de verkeerde. Dat is denk ik de goede, dit. En dan... Ah, lekker man. Ai. En we gooien een masterballetje en dan hebben we de Quasar. Beetje jammer dit. Wat een ziek idee. Ach, jij had toch wel Groudon. Dat is waar. Dus even kijken. En dan hebben we gelijk Fly op dat ding, dus dat is ook nog eens puik. Trouwens, nu we toch hier zijn. Oh, dit is de... Toch. Nu we toch zijn. Kijken. En dan moeten we even checken in de bag of we alles hebben. Ik tel hier een antidote, een paraheal, een awakening, een burn heal en een ice heal. Wat? Today. En dan gaan we weer een safe stage zetten. Wat is dit? Oh, die ken ik. Dat is de bike road. Wat is dit? Dit is Phoebe. Poebe. Een poebe. Maar daar moeten we niet naartoe. Sky Pillar aan de andere kant. Vet. Nice. Nog een keer Sky Pillar, maar dan de binnenkant. En wat is dit? Double Battle. Water Gun en Steam Speed. Oeh, en dan
Die. En dan even speedkop uit. En ja, Milan. Wat? Dat is Cancel 3 Evolutions. Beetje jammer net. En dan voor met kip achter de bank. Hoppa. Goed, nou dan gaan we nog meer kijken wat we er nog meer kunnen doen. Nadeel is, ik ben nu wel dat stukje kwijt waar ik wellicht een evolutiesteen kon vinden. Maar dan moest ik ook een bepaalde Pokémon vangen, dus. Ah, jammer. Jammer dat het niet... Yes! Oké. En dan hopelijk heeft die... Volgens mij... Ik ben nu in die Weather Institute, dus volgens mij kan ik nu die... De Aqua Admin met de Carvana verslaan. Leuk. Heel leuk. Delete the move to make room? Nee. Yes. Het is alleen zo kut dat double battle is, want nu moet ik weer de hele tijd op B drukken om Mudkip niet te evalueren. Stop. Stop met evolving. Stop in the name of love. Oké, goed. Jij hebt vast wel een Carvana. Kaboom. Nou, dat is weer eentje die we kunnen afvinken. En weer een kerstvorm waar we helemaal niks aan hebben. Healen. En dan... House game. Hey, dan zijn we weer in Lilycove. Dan gaan we even weer een safe stage zetten. Dan zijn we weer een stukje verder. Kijk, en ik heb heb ik nu één keer verslagen. Dan gaan we nu voor May 2. Voor May 2. May 2. Dat was May 2. Lekker bezig. Ah, oh, fuck. En we hebben Evergrande gevonden. Evergrande City. Velibur. Oeh, hier kan ik Skarmory vangen. Kan jij dat? Ja, als ik geluk heb. RNG meewerkt. Oh ja, dat werkt niet. Nou, de Royal Curse. Oh, niet nodig. Ai. En dan moeten we even jou overslaan, want jou moet ik niet bevechten. Dude, stel je voor dat er op de bingo kaart stond dat je spinnen met een bepaalde patroon moest vallen. Ja. Hoe kut zou dat zijn? Dat zou zeer kut zijn. Oh. Oh, ik word zo moe van dit spel. Ik moet ook alleen nog maar een ground type vangen. Zo te zien. Jezus, wat is de encounter rate van een Skarmory? Best wel laag. Volgens mij duurt het echt wel even voordat je die tegenkomt. Dat merk ik wel, inderdaad. Ik kom echt 9 van de 10 keer kom ik Spinda's tegen. Oh, yes. Oh, fuck. Slugma, Spinda, Spinda. Nee, come on! Dit kan toch niet waar zijn? Oh, jawel. Nee. Echt. Alleen maar Slugma en Spinda. Alleen maar. Heel sad. Nou, ik ga wel een stukje doorlopen, denk ik dan maar. Oh. Wat moest ik nog meer? Plusol. Skarmory, oké. Save.
1. Great ball. Great ball. F1. He throwing damn great ball links. Inderdaad. Wat een catch rate heeft dit ding, zeg. Nou, kom op. Moet je je voorstellen dat het op de bingo kaart stond. Je moet 3 keer een legendary vangen. Succes! Wil maar niet in die bal. Oké, ik ga je wel verzwakken met Shepard. Hier. Sorry. Maar shit, niet had ik al verslagen. Dat is de andere spot. Ja, blijkbaar. Blijkbaar moet je hem 14 keer verslaan. Wat een onzin. Oh ja, dit is niet de healer. Je wordt genaaid. Je wordt genaaid waar je bij staat. Ja, dat is tegenwoordig wel echt een probleem in de Pokémon gemeenschap. Je bent gewoon nergens meer veilig. Dat klopt, ja. We moeten daar wat aan gaan doen, denk ik. En dat doen we door een call-out. Fuck jou, Felicify. Nou, echt al. Wat zou dat zijn, man? Dude. Ah, nee, ga weg. Oké. Oh, je hebt al een Premier Ball. Jazeker. Is dat ook zo in deze game dat als je 10 pokeballen koopt dat je dan een Premier Ball volgens mij... Ja? Ja, dat is al sinds Gen 1 geloof ik. Gen 1 heeft toch helemaal geen Premier Ball? Oh, nou dan Gen 2, want ik weet wel dat het in Gen 2 is in ieder geval. Volgens mij zit het ook niet in Gen 2. Jawel. Ik dacht dat het vanaf... Jordi, Pokémon Meester, corrigeer. Corrigeer even. Anders gaan we het zo googlen. I need to know. Oké. We zijn weer hier. En dan gaan we even alle deurtjes checken. Oh, deze. Tyfusol. Ik word zo moe van die... van die gasten die je 100 keer moet verslaan. Die Elite 4. Kom je ze back-to-back allemaal tegen. Ja. Fucking zuur. Nightshade. Normaal zit je altijd rot te zoeken naar die mensen en nu constant. Ja, dat is wel het verschil met dit. Een beetje echt de pletter aan het zoeken. Oké, dan kunnen we deze ook afvinken. Die vinking hem afvinken. Jij gaat zo hard. Ik wil ook wel even mijn oriëntatie weer moest vinden. Van hoe de fuck werkt dit ook alweer? Hoe de Pokémon League. Kijk, moet ik hier iets kopen? Nee. Oké. We gaan even kijken, want hoe zit het met die in-game trades? Oh, dit zijn wel echt hele zure dingen. Ja. Ja. Kijken. Oh, maar ik zie wel een manier om heel makkelijk eentje in die bingo kaart af te vinken. Of twee tegelijkertijd af te vinken. Alleen moet ik daar dan wel komen, zien te komen. En nu heb ik de andere kant van de Evercreant gevonden. Dit is de Berry Shop toch? Oh, Herb Shop. Daar heb ik niet zoveel aan. Kijk, wat was dit? Hey, oh! De eerste gym. Oh, dat... Hey, je hebt hem ook gevonden. Nee. Nice. Sorry, wat was dit ook alweer? Oh ja, de Aqua Hideout. Dat wordt niks. Dat wordt niks. Wat kun je hier ook weer op Dolls? Wat is hier? Oh, hier ben ik nog helemaal niet geweest. Trouwens, we gaan even terug, want volgens mij... wacht, maar dan kunnen we alleen dingen vangen. Kloten. Dacht ik weer een mooi plannetje te maken, maar dan gaat het gewoon niet door. Nee, dat ga jij niet doen. Nou ja, dan gaan we hier maar eventjes weer het een en ander zoeken. Wat
Is hij... Oeh, dit is wel een hele goeie. Kijk wat we hier kunnen vinden. De Move Deleter. Yes, bro. Oké, okay, daar hebben we heel veel aan. Oké, okay, dit is niks, dit is niks. Oh, dit is gewoon een rondje. Wat is hier? Oké. Oké. Wat is dit? Zootopolis, yay. Ik heb volgens mij de onderste gedeelte nog niet gecheckt. Oké, okay, dat is handig om te weten. Hier ben ik nog niet geweest. Het zit even niet mee bij mij, maar ik loop een beetje vast, zeg maar. Beetje te handig, hè? Ja. Ik heb nu weer iets gevonden waarbij ik nog een vakje zo meteen kan afvinken. Dus als ik hem nu even safe state, probleem niet zo meteen. Wellicht dat ik de bingo kaart kan volmaken. Ik moet alleen een aantal dingen tegenkomen. Die heb ik niet nodig. Die heb ik niet nodig. Dat is de verkeerde volgens mij. Ja, ik moet de andere hebben. Wacht maar, ik heb ook geen pokeballen. Wat ben ik aan het doen? Ik moet eerst even een markt zoeken. Ja, perfect. Perfect. Oké, okay, ik had een Nugget die ik kan verkopen. Ik had een Sea Incense die ik kon verkopen. Harbor Mail kon ik verkopen. En dan kopen we even wat... 25 ballen. Let's go. We gaan een Volbeat zoeken. Volbeat, staat hij er ook op? Nee, nee, maar... Die compound is... Je kan Volbeat kan je ruilen. Ah. Je moet een in-game trade moet je doen, dus. Moet je hem voor Illumise ruilen, of? Nee, voor een Plusol. Wow. Hé, hey, er zijn er nog twee tegelijk. Ja. Snap je? Mm-hmm. Alleen ja, volgens mij is de encounter rate redelijk laag, want ik kom alleen maar Illumise tegen. Anders moet ik even kijken of een van die trainers een Volbeat heeft. Dan heb ik gelijk de dex entry en dan kan ik hem ook zo fixen. Kijk, wat heb jij trouwens wat ik nog niet heb? Je hebt die Magikarp. Dus jij bent ook al in Doofort geweest. Of nee, ja, je bent wel in Doofort geweest. Ja, ik ben er net ook geweest, maar ik weet niet hoe ik daar moet komen. Ik zit nu een beetje met het probleem dat ik... wat wil ik nou zeggen? Oh ja, geen March tegenkomen. Dat is super irritant. Ik hoop dat ik geen spijt ervan ga krijgen dat ik het ga je ga helpen. Maar als jij in Molville terechtkomt, de gym is een markt. Okay. Ja, maar daar staat Wally voor. Dan moet je Wally even verslaan. Hij heeft level 18 of 16 rolled. En je hebt Groudon, dus dat moet wel makkelijk lukken. Dat moet wel lukken, ja. Thanks. Yo. Toch wel even wat gunnen aan de boy. Fucking kut, sorry. Ik kom geen Volbeat tegen. Alleen maar Illumise. Sommigen noemen me ook wel Illumise. Nee, dat is toch Illumise? Ja, ja, ja. Wat jij zei. Ja, dat denk ik ook. Ik moet het even gaan googlen, want zo vaak die Illumise tegenkomen en geen enkele Volbeat. Dat kan niet. Even kijken. Route 117. Ja, dat is inderdaad. Oké. Okay. Gen 3. Volbeat. Oh. Ja, misschien moet ik dan toch maar een andere gaan zoeken. Fucking hell. Ik kies ze ook echt uit, hè.
Dude, die Volbeat is een 1% encounter kans. Wat? Voor zo'n kutbeest? Ja. Wow. Dus, fuck, waar zat ik nou aan te denken, want ik liep hier naartoe. Ah ja, ik ging de gym halen. Dus je kan beter een andere ruil doen. Hmm. Kijk, dit was hem. Maar dat maakt niet uit. Dat kan wel fixen. Oké. Die kunnen we overslaan. Die kunnen we niet overslaan. Ik heb Shippet vol op, dus dat is prima. Ja, dat is wel zuur. Doe die en dan doen we dit. Oh. Dat ding heeft powder snow. Jezus. Blijkbaar. Wat zwak. Zwak Pokémon. Maar je moet weer tegen. Oké, één keer. Oké. Dan gaan we dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. Dan gaan we met jou praten. Het is echt heel slim dat ik hier aan dacht. Slimme boy. Ben je zo'n slimme boy? Ja, ja. Ik heb nu gym badge 6 gehaald. En raad eens welke HM Rayquaza kent. Ja. Vlie. Ik kan vliegen. Oké, dus dan gaan we dat gelijk even doen. Heel ziek. Kijk, dan gaan we eerst naar Doevert. En dan praten we met de Ultrad guy. Dan hebben we de Ultrad. Dan gaan we die registreren. En dan vliegen we zo hop naar een Petalburg. En dan gaan we hier even vissen voor Magikarp. En dan gooien we zo'n mooie blauwe bal erop. Doe dat maar eens. En dan zit hij erin uiteindelijk. En dan moeten we... Oh fuck, dat is wel... gelukkig. Center is je center. Thank the Lord. Pakken we zo'n mooie Magikarp en die ruilen we voor de Slugma. Even kijken. Dan switchen we die even om. En dan hebben we Splash gebruikt. Ja, en dan moeten we hier naar een encounter gaan zoeken. Best wel laag. Je kan het, Nando. Geloof in je. Het is een van de beste mogelijkheden om één ding af te vinken. Want ja, de anderen die zijn gewoon niet te doen. Oh man. Ja, of ik moet nu gaan zoeken wat... Ja, ik ga weer eerst even zoeken wat de encounter rate is. Het gaat nog steeds om die trade Pokémon. Ah. Namelijk. Die Bulbeat is gewoon niet een optie. De Skitty is... Nou ja, die Bagon is geen optie. Die Skitty is niet echt een optie. Dan blijft er nog maar één over. Ja, ik weet niet zo goed... wat er allemaal is, zeg maar. Ik kan het op zich wel opnoemen. Je hebt in Rustboro, kan je Ralts ruilen voor een Seedot. Oké. Okay. Je kan in Fortree, kan je Volbeat ruilen voor een Plusle. Mm-hmm. In Pacific Lock kan je een Bagon ruilen voor een Horsea. Maar dan is die Ralts is dan toch makkelijkst? Ja. Alleen het ding is, het is een 4% encounter rate. Mm. Die Volbeat is een 1% encounter rate. En die
Bagon is volgens mij 5, maar die kan je alleen in een aparte kamer vinden. Dus dat is het niet waard. En ja, om nou de Battle Frontier te gaan doen. Of de leak, de Wallace te halen. Zodat je naar de Battle Frontier kan. Dus dat Oeh, ik heb hem. Oké. Wauw. En nu is het wel echt, echt safe state tijd. Volgens mij kan dat ding ook teleport. Oké, Rans is binnen. Ik zit even te kijken, want er stond ook beat the psychic with the psychic type. Alleen Rans is wel echt heel zwak. Ja, wat doen we? Wat is wijsheid? Dat is de vraag. Ja, ik zit nu ook eventjes te denken van, is het slim wat ik nu aan het doen ben? Het is de standaard ding, hè? Ja. Weet je wat? Ik ga nog even Dewfort exploren, want daar had ik nog echt nauwelijks wat ontdekt. Oké. Double petals moeten ook wel tellen. Okay. Juist hem, oké. Hoe tellen we de ding met Psychic mee? Moet hij dan de hele tijd in battles zijn? Of moet hij een Pokémon killen? Of kan je bijvoorbeeld ook switchen? Vind ik heel lastig. Ja, ik zou hem gewoon... Ja, dat is lastig. Wat vind jij? Ja, ik denk wel dat hij in battle is. Maar als je gewoon de battle eindigt met hem op het veld, dan zou het wel moeten meetellen. Ja, precies. Ik denk dat het beste is. Dat je de battle eindigt met hem op het veld. Oké. Dan gaan we daarvoor. Want ik heb al gelijk 2 psychic trainers. Ja, ik heb er toen net al eentje per ongeluk gekild. Ik heb nog geen Psychic Pokémon. Oké. Ja, dat is wel lastig. Oké, dan switch ik Shuppet weer voor Ralts. En dan kill ik de Kadabra. En dan eindig ik de battle met de Ralts. Oké, dan kan ik die afpinken. En ik moet de Ralts niet evalueren, maar dat gebeurt ook niet. Gelukkig. Oké. Topper. Nou, Gym 7 hoeft op zich niet te halen. Nou ja, ik heb een speedkamp natuurlijk. Dan gaan we naar Rusper. Oh fuck, natuurlijk. Al die huisjes zijn gerandomized. Oh, dat is wel heel zuur. Dat is wel een beetje het idee van deze ding, zeg maar. Ja, hoe ga je hem dan vinden? Nou ja, dan ga ik wel op zoek naar Plusle nu. Oh, let maar op, hè. Dan is die Plusle ook gewoon een 1% encounter. Nee. Omdat ze de fucking minen erin hebben gezet. Oh ja, klopt. Want ik zat net te zoeken naar Plusle. Die kan je als goed is boven Sleetport, kan je die als goed is ook vinden. Maar ik ben hem niet tegengekomen. De route is dit ook alweer. Kijk, als ik erop druk, kom ik dan daar... Ah nee, dan kom je op de fucking map. Shit. Moeten we even zoeken. Ik dacht dat Plusle wel het beste was om te ruilen, maar... Als die Volbeam maar een 1% is... Dan kan je net zo goed voor de Plusle gaan zoeken die 1% is. Route 110... enigszins goed nieuws. Je hebt meer kans dat je een Plusle vindt dan een Volbeat. En waar kan je die vinden, waar ik net zei, of niet? Ja. Oh. Met, nou ja, de Volbeat was 1%, hè? Ja. De Plusle is 2%. Wauw. Yes. Leuk. Heel leuk. En ook nog eens voor 2 kut Pokémon, hè? Ja.
Dus je kan het beste voor die plussel gaan. En dan, ja, die Rolls is ook wel kut. Die is 4%. Dus gelukkig hebben we speedknop. Echt wel. Maar ja, dat, dit kunnen ze de volgende keer wel wat betere Pokémon's ervoor kiezen. Mm-hmm. Het is wel echt heel erg kut. Nee. En dan als je hem killt, dan ben je al helemaal de lul. Punt waarop zit ze? Ja! 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 Milan! Oh, je hebt een psychic gekillt met de psychic? Ja, ja, nee, het ging om Plussel. Ik heb Plussel gevonden. Oh, wauw, leuk. Oké. Nou, het is weer tijd voor een safe stage. Kijk wat het museum is. Museum is Mew. Dus als je nog een Mew wil... No. Torkoal hoeven we niet. Ga weg, Torkoal. Wat zit hier? Aqua Hideout. Oh, dan dit is die... Oh, wacht maar, ik heb al Aqua. Sad. Maar hij had ook geen Carvana of Sharpedo. Plussel! Nice. Meen je die? Ja. Yeah. Oh, nou ja, ik was ook een tijdje aan het zoeken, dus... Easy win. Ja, ja. Doe je die double battle wel? Doe Confusion. Doe Confusion op een Dark type. Let's go. Ja. Even. Ralf moet even onderaan mijn party. Ik moet dat ding niet evalueren. Fuck. Hier was ook iets aan de hand, weet ik nog. Was 1 was een Elite 4. Oh, Meteor Falls. Nevelrok. Ah, dit was Drake. Oké, ik snap hem. Oké, wat was dit? Oh, dat is letterlijk waar ik in was geweest. Een Max Elixir, yes! Beste item. Zeker. Het is altijd die deur... Die onderzee of in het schip. Dan altijd is die deur waar je vandaan komt, waar je naartoe wil. Waar je dan zo'n sleutel voor nodig hebt. Yep. Oké. Trouwens, hier heb ik echt heel veel. Jawel, ik heb wel alle deuren hier gecheckt. Nevermind. Ik heb deze kant nog niet gecheckt. Ik zie het al voor me dat we zometeen de hele tijd op zoek zijn naar de guy waar we. De Pokémon kunnen ruimen. Waarschijnlijk wel, ja. Dat zou goed, want het is net zo'n huisje en dan moet je net herkennen, zeg maar. Mm-hmm. En die soda pop is ook wel een. What the fuck? Is het een letterlijk een rondje? Fuck. Oh, nee, hier. En dan hier. En dan zit er weer Mossdeep. En ik had. Oh nee. Oh, deze Phoebe is opgeslagen. Nice. Goeie. Hier kunnen we letterlijk niks. Ik denk dat het weer tijd is om te flyen. Vlie. Lekker vliegen. Huh? Waarom kan ik niet naar Evergrande City flyen? En ik kan ook niet naar Mossdeep. Huh? Nee, dan moet je voor in het Pokémon Center zijn geweest, toch? Oh, dat is... Ja, dan is dat het waarschijnlijk. Oké. Dat was ik heb vergeten. Hey, ik heb Rayquaza gevonden. Nice. Lekker op tijd. Ah. Je hebt je niet meer nodig, je hebt Groudon. Mm-hmm. Kijk, dan gaan we mee voor de derde keer verslaan. Oh, trouwens, ik kan er voor de vierde keer ook wel verslaan. Er zijn 2 locaties waar je dat kan doen. Ah, nee.
leidt ook weer naar Desert Ruins. Hier zo. Oh, maar dan kan ik daar naartoe lopen. Als ze er nog staat. Ja, ze staat er nog. Ai. Dan is het 1, 2 en we hebben mee 4 keer verslaan. Ja. Ik had er ook 4 keer kunnen verslaan, alleen ik was bij 1 keertje vergeten, dus ik kan hem nog niet afstrepen. Oh, shit. Ja, ik haat het echt. En nu kan ik elke keer niet op de plek komen waar ik wil komen. Dat is wel helemaal kut. Voor de fun ga ik Watson verslaan. Volgens mij kan ik dan weer een andere HM doen. Watson is toch wel makkelijk. 1... 2, 3, 4. Oké. Okay. Nou, wat kon je? Oh, je kon Rock Smash. Oké, mooi. Rock Smash is wel handig. Oké. Dan gaan we even kijken, want dat is het. Oh. Oké. Het is al entrance 1. Wat is dit? Nee, niet die guy. De random house guy. Ja. Laat je... Wacht, hij geeft je toch de eerste keer een premier bal? Ah, hij geeft je een rare candy. Nou, dan ga ik weer naar binnen en dan geeft hij me weer wat. Timer bal. Heartstone. Smoke bal. TM12. Wat is... Dat is niet... Nee. Daar heb ik ook niks aan. Een magneet. Daar heb ik ook niks aan. Yeah, eindelijk. Een PP Max. Yay. Hij heeft niks meer. Oké. Oh. Blue tent? Oh, dan krijg ik keer zo'n blauwe tent. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Is toch hartstikke leuk. Is leuk voor de familie. Ja. Oké. Kan hij hier flyen? Ja, oké. Okay. Wat gaan we doen? Van hier naartoe. Ja, dit nog niet gecheckt. Multiplier. Rood. Nou, dan weten we dat dat niks is. Oké, dit loopt dood. Oeh, spa blauw. Pokémon. Ah, nee, niet Drake. Kut. Ja, dat is altijd kut, ja. Nee, ik kan hem wel verslaan, want dat maakt niet uit. Of ik ga dood, want ik ben geparalyzed. Ja, ik ga dood. Oké, curse. Yes. De lul. En dit is laatste. Big oef. Heb ik trouwens dit huisje al gecheckt? Ah ja, ja. Dit ken ik nog. Ik heb volgens mij het onderste huisje nog niet gecheckt. Oeh, Jack's Pass. Of de kabelbaan. De kabelbeen. De kabelbanger. Wat zit er achter dit? Ah, dat is niks. Ik denk magische poeder. Dat is, welke kleur heeft magische poeder? Dat is magisch, dat ga ik hem niet vertellen. Is het wit? Of is het de roze? Met allemaal van die kleurtjes erin. Van alles en nog wat. Ah, oké. Okay. Ja, dan komt het wel een beetje overheen. Net wat ik dacht. Oké, okay. Dan gaan we Gabby en Ty verslaan voor de eerste keer. Gabby en Ty verslaan voor de eerste keer. YOLO zwak. En dan moet je een interview geven. Status, Arena Trap. Yes. Oké, okay, later. What's next, bro? Kom weer naar Doofert.
heb ik nog steeds niet alles ontdekt. Ah, dit heb ik wel al een keer gezien. Oké. Wat zit hier? Navel Rock. Magma Hideout. Navelsteen. Navelsteen. Oeh, het museum. Maar de verkeerde verdieping. Maar wacht, nu versla ik hem en dan kan ik door die route heen. Easy win. Lekker hoor. Lekker man. En dan hebben we de Devon Goods waar we helemaal niks aan hebben. Kijk, hier ben ik ook al geweest. Nee, ik liep de verkeerde deur in. Very sad. Hier wel weer vliegen. Okay. Ah, loop ik hem weer in? Nee. Nu moet ik weer die Devon Goods halen. Nee, ja, ik moet het wel, want dan kan ik door die route gewoon lopen. Zonder dat ik word lastiggevallen. Ik weet ook gewoon niet waar je de soefbel krijgt. Weer zoiets. We hebben ook gewoon. Het is prachtig dat we gewoon het onderste rijtje alle twee nog helemaal niks hebben. Ja. Dat klopt, ja. Maar het is zo belachelijk. Oké. Nee. Dan gaan we weer terug. En dan gaan we nu weer een safe state zetten, want anders krijgen we weer dat probleem. Wat zit hier? Oh ja, dan kom je daar. Kunnen we nu die route door. Fantastisch. It's amazing. It's amazing. Het is eindeloos betoverend. Het was eindeloze dimensies. Oh, Pokémon Center in de Pokémon Center. Ook leuk. Zitten we weer in Doofert. Portree heb ik nog echt helemaal niks gecheckt. Victory Road. Alles leidt naar Victory Road. Ja. Yeah. Fossil ding. En wat is dit? Oeh, Mampire. Oh, ik weet nu waar je Groudon hebt gevonden. Oké. Okay. Kijk, hoeveel ballen heb ik? Zit ik hier weer vast? Nee, zit ik hier weer vast? Wacht, ik heb trouwens gesaved. Easy win. Phew. Sleep speed. Fuck jou. Stop met slapen. Oké. Gewoon weer iets nutteloos te doen. Maar daar houden we van nutteloze dingen. Ja, want dan kan je meer vakjes afvinken, hè? Zeker. Met wel van die vakjes afvinken. Nee, fuck jou, Groudon. Het is me niet de moeite waard. Ja, natuurlijk Wallace. Ja. Die leuke kampioen, toch? Echt toch? Kampioen wereldschaatsen. Oh, trouwens, die. Kijk, nu kan ik die magma ding afvinken zometeen. Die guy die zit hier. Dat is wel handig. Oké. Dit is de admin. Tabitha. Hij heeft gewoon een Camerupt en een Nubbel. Een Camerupt en een Nubbel. Yes. Dat zou verboden moeten worden. Oké, dat is tussen haakjes bingo. Tussen haakjes bingo? Ja, we gaan voor de hele kaart. Ik heb in ieder geval één rijtje.
Oh, ik dacht dat je al een rij had, maar dat was niet zo. Nee, nee, ik miste nog een Gigadrain. Rip. Ik denk dan wel dat ik weet waar die zit, alleen het kut is, je hebt kut ervoor nodig. Oh. Ha, snap je? Ik snap het, met kut en kut. Dubbel kut. Kijk. Hihi. Hihi, dubbel kut. We hebben een lekker slokkie. Mmm. Dat lus jij wel. Zekers. Even kijken, waar de F zit die? Wat is dit? Ja, en dan? Limited times. Unique mode. Oh, is dat zo? Dan ga ik even... Ik ga weer wat nutteloos doen. Nice. Just do it. Normal. Unique. Moet unique mode hebben. We're still getting things ready. Oh, dus ik kan het niet doen. Never mind. Setting. Ik had het heel graag willen doen op zich. Kijk, waar zit die? Oh. Oké, ik weet... Voor TM19 moet je ook weer iets stoms doen. Je moet een Grass Pokémon hebben. In je party en die dan laten zien aan iemand. Ah, dat is niet eens een leuke dan. Pet man, ik ga nu een Grass Pokémon vangen. Kijk, hoppa, 1. En ik heb een Grass Pokémon gevangen. Ik ben trots op je. Dankjewel, dankjewel. Is Lotad een Grass Pokémon of alleen water? Hij is ook Grass. Dus ja, die telt. Nee, je moet niet zijn. Je moet ook niet zijn. Moet ik er alleen nog achter komen waar ik hem moet laten zien. Ja. Nou, dat is dus nog wel een dingetje. Dat moet je even zoeken. Oké, en dan ga ik onderzoeken waar ik Skitty kan krijgen. Dat volgens mij is dat boven Rustbureau. Nou, rechtsboven Rustbureau, zeg maar. Op weg naar die cave waar die Whismers zitten. Volgens mij kan je daar Skitty vangen. 116, ja. En het is een... Jee, weer een 2% encounter. Leuk. Oh, geweldig. Ik ben nu op zoek naar die Ralts, maar die duurt al langer voor mij dan die Plussel. Ja, die is ook wel... Maar dat is een 4% encounter. Ja. En dan moet je nog die trainer gaan vinden. Don't ask me. Ik weet niet meer waar... Ik weet niet waar die zit. Wat bedoel je? Psychic of? Nee, de oh mijn god! Oh mijn god! Okay. Je gelooft dit fucking niet. Je vindt de shiny. Ja! Shiny Sexicoon! Wat fang? What the fuck? What the fuck, man? Oh, dit geloof je toch niet? Ik heb hem. Deze man heeft echt alle shiny luck van de wereld. What the fuck is dit voor een spel, jongen? Dude, het engeltje zit gewoon op jouw schouder, 100%. Oh. 1 op 8000. Fuck, kerel. Ja, het jammer is, je kan hem niet overtreden. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook al een Sixigoon, maar het is gewoon... voor het verhaal is het al vet, zeg maar. Dit is wel episch. Dit is echt episch. Epic moment in history. Ik heb al heel lang geen shiny gehad. Ik heb wel in Legends Arceus... gisteren of eergisteren heb ik een shiny gehad.
Nice. Maar dat was weer B-Barrel. Dus de B-Barrel die kwijt was, die heb ik weer. Heel ziek. Oké, dat is Skiddy. Oh ja, ik kan hem niet helpen natuurlijk nu, want ik heb het ding is niet. Ik moet een center vinden. Je hebt dat met de Pokémarkt? Ik heb dat met Pokémon Center. Shit, bro, waar zit hij nou? Ja, die centers lijken ook allemaal aan elkaar gekoppeld te zijn. Voor mijn gevoel, hoor. Ah, echt heel zuur. Dit was die barf guy, toch? Dat is die guy die barft. Ja, daar heb ik niet zoveel te melden. Oh, jij hebt mij geholpen met een markt. Ik zou je helpen met de Pokémon Center. De Pokémon Center van... Oh, ik heb al. Ik heb al eentje gevonden. Letterlijk toen je dat zei. Potkree. Prachtig. Het kan niet beter, Milan. Oh, wacht. Kijk, met kipper maar even uit. Hé, hey, wacht. Die kan je ook combineren, bedenk ik nu. Die is binnen. Welke heb je binnen? Delketti. Oh, dan heb je ook meteen je Stone Evo binnen. Ja. Oh ja, dat is waar. Want die bedoelde ik, met die kan je ook combineren. Ja, dat dacht ik aan. Easy. Easy clap. Pak je al kerstvorm. Ja, ook niet nodig. Alleen een Everstone krijgen is wel weer... je moet op een bepaalde stuk zijn van... de Granite Cave om te vinden. Oh. Oké, dus ik heb... Oh, ik heb trouwens geen surf nodig of wat dan ook. Voor Giga Drain. Hier naartoe. Ik moet alleen echt pokken ver lopen. Wat zit hier trouwens? Een elixir. Heb je nu überhaupt al de bike gevonden? Nee. Ik heb helemaal geen bike gevonden. Wat wilde je zeggen? Dat ik ook nog geen... dat ik ook even niet weet hoe ik aan een moonstone ga komen. Maar dat... Moet maar even kijken. Mist ik een fucking... Meen je die? Ik miste een extreme speed. Oké. Dat kan toch niet? Dat kan niet, nee. Dat vind ik ook wel een beetje treurig. Nee, misschien dat hij fake out deed. Oh nee, wacht. Het was een Swallow en een Goldeen. En die kunnen allebei geen fake out. Nou ja, het zal wel. Oké, en dan gaan we hier naartoe. Dit is hem toch? Ja, weer double battle. Zo geen zin in. Weg. Hoppa. Okay. Het was deze chick. Het was niet deze chick. God damn it. Oh, misschien luistert Rayquaza niet naar me. Huh, waar de... Dat kan niet, want je hebt hem zelf gevangen. OT kan niet, dat kan niet met eigen OT's. Oh, dan... Ja. Heb ik het mis. Kijk, ik koop 10 pokeballs. Alfro, een premier ball. Oké, stop. Everstone is lastig. Pelipper, ja, dan moet ik surf hebben. Dus moet ik de vijfde gym vinden. Wat is dit nou weer? En jij hebt op die manier een Luna, of een Moonstone gekregen door Lunatones te vangen. Nee. Huh? Hoe dan? Hier staat Ruby Sapphire Emerald. Oh. In de Meteor Falls heb je hem dan gevonden. Ja. Inderdaad. On the west side hill in the main area. Heb ik hem dan niet gewoon al? Ik zou echt niet Lunatones willen gaan vangen. Oké, ik heb de bike shop gevonden. Ah. Ik weet alleen niet welke hand er is. Ik denk... gewoon voor traditioneel mag gaan. De magbike. Even kijken.
Blijkbaar heb ik dus wel surf nodig. Grip. Nou ja, ik heb ook voor een andere ook surf nodig. Ik zit te denken, wat moet ik doen? Ik naar Oldeel. Hier is een center. Oké. Okay. Perfect. Die heb ik niet meer. Nee, die Abra die heb ik niet meer nodig. Dat... Kijk, wat zit hier? Oh ja, dan kwam je weer op deze route uit. Ik moet mijn nicht surf vinden. Meneer Surf? Ja, meneer Surf. Ik en Norman. Want Norman laat je de staat jou dan toe om surf te gebruiken. Zo lief van Norman. Ja, zeker, zeker. Dat vind ik ook wel. Hij had ook gewoon nee kunnen zeggen, weet je. Hier zijn ook nog drie spots waar ik nog helemaal niks heb gevonden. Of heb gecheckt. Oh jee. Wat kan je wel, Shuppit? Heel weinig. Ik kan alleen maar cursor op zichzelf gebruiken. Oké, ik vul Oddish. Oké, dat is die guys. Oké, wat zit hier? Hebben we dat überhaupt nodig? Ik weet het niet. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja, ik heb Gym 8 gevonden. Ah. Maar... Ja, ik weet niet of we die nodig hebben. Er zit ook weer redelijk goed verstopt. Ah, Sky Pillar. Kledel. Ah, laat me alsjeblieft. Mount Chimney. Leave Brittany, please. Leave her alone. Zin in dubbel battle. Ik denk dat echt die freaking Everstone wel echt heel erg irritant is. Om die te krijgen. En de soda pops. Ja, dat is ook in een huisje toch? Ja. En dan moet je wel geld ervoor hebben. Nou ja, dat is nu op zich niet zo'n probleem. Nee. Maar... En dan ben ik ook wel door alle locaties heen. Zo, dat is Maxi. Dat was Maxi. Maxi Pepsi. Dan kan ik weer hier naartoe. Dan gaan we deze checken. Ik heb bijna niks meer te verliezen, dus ik... Ik ga wel weer die stomme dubbel battle aan. Kijk, Mudkip gaat vast wel dood. Lekker Mudkip. Lekker doodgaan. Hij is daar echt heel goed in. Oké. Nou, dat waren die. Oh. Ja, hier ben ik nog niet geweest. Alsjeblieft. Geen double battle. Extreme. Extreme. Wat zit hier? Jacked Pass. Ik heb het medaille niet, dus. En ik ben al beneden geweest. Sad. Ja, dus daar is ook niks. Ah, fuck, Wobbuffet. De ergste vijand die elke Pokémon speler kan kennen. Wobbuffet. Oké, en dan komen we hier. Ja. Nou, nu zit ik echt helemaal... nu heb ik echt bijna niks.
Ik heb al aardig wat gecheckt, maar ik mis gewoon een paar staple dingen. Hier, dan hebben we dat probleem niet meer, dat we daar vastzitten. Ik kan die grunts daar even wegwerken. Van dit stuk. Nee, ik wil niet tegen bug Pokémon vechten. Milo, zeg er wat van. Vecht niet tegen bug Pokémon. Ga weg, bug Pokémon. Ik was helemaal even gezoond in de, game. Even opperste concentratie. Wat gebeuren? Oké, ik heb weer eentje gevonden. Wat is dit? Nee, het is de echte Reggie. Hier, Reggie Rock. Doe je Reggie, Reggie Rock. Rocking. Reggie Rocking, Flatting. Yeah, nice. Oké. Die heb ik gedaan. Move to Mount Pyre. Oké. I do be needing surfing. Mount Pyre. I'm heading outing. Heb ik deze überhaupt al gecheckt? Oh ja, dat was Woohoo, de professor. Hier, heb ik dit huisje al gecheckt? Ah, ja, deze ken ik. Ja, dan gaan we gewoon weer opnieuw shit checken, want ja, anders kom ik niet door. Je moet toch wat, hè? Yep. Can I having the bicycle? Bicycle. Kut. Is dit juist goed? Nee, dit is niet goed. Kut. Oh, als ik nu softlock, hè, dan word ik echt pissig. Word je super madding? I do be super madding. Ja, of ik moet de hele tijd al mijn moves gaan gebruiken tot ik struggle. Oké. Oh, dit is wel goed. Hier ben ik ook nog niet geweest. Ai. Oké, dan gaan we hier een safe stage zetten. Oké, deze is goed om te onthouden. Als het dit niks is, tenminste. Dit is niks. Rip. Piepie up. Oké. Dan gaan we hier die ledge af. Nadat we deze trainer in elkaar hebben gebeukt. Mijn mindset zit nog steeds met, oh, dit is vanilla. Ja, precies. Ik snap wel waarom. Ja. Oh, wacht. Is dit... Nee, toch. Je, wacht. Is dit de locatie waar ik een Everstone kan krijgen? Ja, dit is de locatie waar ik een Everstone kan krijgen. Yes! Oh, Milan. Leuk. Heel leuk. Kijken wat... Stop een evolution with an Everstone. Easy win, oké. Goed. Dan geef ik de Everstone aan Mudkip. Everstone. En weet je wat leuk is, Milan? Ik vind er niks leuks aan. Ik heb een Rare Candy opgepakt. Ja. Dus ik gebruik de Rare Candy op Mudkip. En dan wordt hij level 20 en dan evolueert hij niet. Dus dan kan ik instant afvinken. Dat vind je leuk, hè? Ja, heel leuk. En het zou al helemaal leuk zijn als dit, deze ladder, gym 5 was. Nee! Het is verdomme weer Mountpire. Maar ja, voor de rest was er niet echt een plek waar ik kon checken. Ik heb hier alleen maar dat huisje gecheckt. Bedenk ik me nu. Dus hier kan ik ook nog even checken. Oh ja, dat was Drake. Het blijft typisch dat we de onderste regio nog steeds niet hebben gedaan, hè? Ja, inderdaad. Maar je hebt echt aardig wat voor nodig. Klopt. Ja,
In principe, de trading kan ik doen. Soothbell weet ik niet waar die zit. Jigglypuff weet ik waar die zit, maar daar hebben we Surf voor nodig. Soda Pops weten we ook niet waar die guy zit. Ja, wat blijft er nog over? Ja, Gabby en Tai heb je ook Surf nodig. Mm-hmm. Maar kijk, wat is de derde locatie ook weer van die twee? Ik weet de eerste twee uit mijn hoofd, maar de derde weet ik even niet. Oh, waarom blijft Pico daar staan? Oké, raar. Nou ja, ik ben weer in Doevoort, want dat dingetje leidde me nergens naartoe. Safe. Oké, wat was dit ook alweer? Gym 7 voor dive. Nou ja, weet je wat. We gaan even dive ophalen. Blijf ze staan. Perfect. Eén trainer. Ah, je hebt ook al Delcatty. Yep. Zo super ver loop ik niet achter. Nee, het valt er ook mee. Oh, deze. Even kijken. De Everstone. Ja, je kan hem wel vinden, maar hij is wel lastig. Multi-hit move. Ja, dan moet je weten wat welke Pokémon dat zou kunnen. Ik moet even een Max Elixir gebruiken. Dan heb ik een goede potion. Die. PP up op Extreme Speed. En dat zit. Oké. Tetalize in elkaar beuken. Dat kan jij. Zeker. Ik denk voor Outrage. Oh. Doet Psychic instant dood. Ah, alleen nog de Solrock. En dat was de Solrock. Oké, dat is badge 7 binnen. Niet dat het heel veel uitmaakt. Maar op zich, weet je, dive. Daarmee kan je ook weer het een en ander verkennen. Dat klopt, ja. Magmar, dat. Ik wil ook niet naartoe. Deze weer. Ik ga even denk ik wat in Sleepport het een en ander checken. Oké, dit is niks. Dit. Waar de fuck is Gym 5, boy? Gym 5 is Gonzo. Doe die eens uit de randomize gehaald. Echt. Dat zou heel niet zo ziek zijn. Dat zou heel erg sad zijn. Zeker. Ik heb er alleen maar sad vibes van. Die twee hoef ik sowieso niet te checken. Kijk, heeft dit überhaupt nog zin om dit te zien? Oh nee, Team Aqua. Oh, jullie kunnen ons niet volgen naar Lilikoof. Hier hebben we Birch. Jammer. Ja, ze willen gewoon niet dat we volgen, Milan. Nou, dan doen we dat niet, hè? Nee. Dan gaan we dat zeker niet doen. Dan gaan we gewoon ons eigen ding doen. Dat lijkt helemaal een rondje, meen je die? Oké. Dat meen ik, ja. God damn. Ga ik weer een slokje nemen. Pa, pa, pa,
Is dat... Ah, oh, meen die. Dat is ook weer... de Soefbeul is ook weer zo'n hele leuke. We moeten dan een bepaalde... we moeten de Pokémon fanclub vinden. Oh mijn god, dat meen je niet. Weer een shiny. Ja! Wat? Maat. What the fuck? In de 1 miljoen keer dat ik Pokémon Emerald heb gespeeld, heb ik nog nooit een shiny gevangen. En nu 2 keer. What the fuck, maat. See! Heb je wat van dat magische poeder over de game gestrooid? Ik ben echt boos, want normaal spreek ik altijd met bingo's af dat ik 2 vakjes weg mag kruisen als je shiny hebt. Maar dat hebben we nu niet afgesproken, anders nee. Wel, easy win. Echt hoor, holy shit. Shiny Shuppet is ook best wel vet, hè. Shuppet is wel nice inderdaad. Mooie kleuren. Ik heb in ieder geval niet de gym gevonden die ik zocht, maar dan kan ik wel strength gebruiken. Dat klopt, ja. Gym 4, let's go. Kijk, en dan die, en dan die, en dan die. En dan die. Nou, Flannery in elkaar beuken. Doe eens even een andere Flannery. Nou, dat was Flannery. Doei Flannery. Oké. Wat is dit? Nou, dat is helemaal niks. Oké, wat kom ik hier? Ah ja, dan kom ik weer in die jackpass. Nou, dus dan kan ik weer een item ophalen. Geef me de go-goggles. Dan heb ik weer 2 locaties die ik kan checken. Oh, en ik loop de fucking observatorium in. Nu krijg ik gelijk 3 van die magma grunts in mijn bek. Leuk. Heel leuk. Kijk wat was hier. Oh ja, dat was letterlijk naar de fucking sauna. Wat was dit? Ah! Dat is natuurlijk Phoebe van de Elite 4. Poebeer. Dit ken ik nog. Dit ken ik ook nog. Als ik dat had gedaan, dan stond ik vast. We gaan even kijken in de desert. Wat is dit? Granite Cave met de letter voor Steelwing. Oké. Daar hebben we dus helemaal niks aan. Oh, je moet gewoon hier een train slaan. God damn it. Oké. Okay. Easy clap. Wat zit er achter dit? Ah, natuurlijk het casino. Net de plek die ik zocht. Niet. Goed, dan gaan we weer kijken. Volgens mij moeten we voor 1 specifieke Pokémon Surf hebben. Ja, Jigglypuff. Ja, kutzooi. Ja. Nou ja, probeer zoveel mogelijk te verliezen. Ik probeer mijn best om... Weet jij nog waar Gym 6 ook weer zat? Want ik ben net per ongeluk dood gegaan in Gym 6 en ik weet niet meer waar die is. Gym 6... Was dat niet in... Hoe heet dat ook weer? Verdant Turf? En dan was het 1 huisje en dan moest je door iets heen gaan. Oké, dan moet ik eerst weer een Verdant Turf zien te komen. Want ik heb dus nog geen Fly. Ik heb wel de HM Fly, maar nog niet... De badge om Fly, ja. Dat is kut. Ja, dat is wel belangrijk. Om te hebben. Rush Tower.
Dit was een markt. Ik heb trouwens dit nog helemaal niet gedaan. Kijk wat hierachter zit. Waarschijnlijk weer iets nutteloos. Zoals gewoonlijk. Laatste. En dan heb ik toegang. Oeh. En dit lijkt naar. Ah. Niet zo goed. Nee! Loop ik net te ver. Oké. Lol, ik ben echt een loser. Wat gebeurt er? Nou ja, ik ben. Ik had in plaats van op opslaan een keer op loden gedrukt. Dat is op zich niet erg, maar. Ja. Je ziet. Toch zie je het liever niet. Mm-hmm. Ik ben wel pijn. Levels kwijt van een specifieke Pokémon, dus dat is wel kut. Dat is zeker kut. Ja, dat hou je niet zomaar weer in. Nope, dit is echt heel kut zelfs. Eigenlijk achteraf gezien, erg kut. Zeer sad, zeer spijtig. Kijk. Het was hier ook weer. Ah ja. Waar haal je die? Ah ja, in de Rust Turf Tunnel. Fuck my life. OS. Denk me nu, ik heb helemaal dat huisje niet. Oh, natuurlijk Skarmory, tweede encounter. Fuck jou, Skarmory. Ik heb hier nog niet iets gecheckt. Wat is dit? Ah, nice, ik heb hem gevonden. Nou, dit was nutteloos. Fucking nice. Wat dan? Gewoon weer alles opnieuw gaan bezoeken, want anders komen we toch nooit ver. Loop ik nog voor? Trouwens. Jawel, je loopt nog voor. Ai. Nog twee loop je voor. Ja, maar dat kan ook binnenkort weer teniet worden gedaan. Wat is dit ook weer? Ah ja, daar kan ik ook helemaal niks. Fuckeduck. Fuckeduck is het juiste woord, ja. Ja. Ben ik trouwens daar al geweest? Ah ja, dan kom ik hier uit. Ik heb geen keuze, ik moet door Victory Road heen gaan lopen. Zin in. Hier heb ik nog een aantal dingen niet gecheckt. Nou ja, zal ik het gros. Want die wil gewoon niet in het donker lopen, weet je. Yep. Double battle? Nee! Ah, nee. Dit zuigt. Very setting. Oh, oké, okay. Wat is die hier? Letterlijk loopt dood. Oké. Okay. Het is hier. Nee. Welke HM's heb ik nu bij me? Flash en Rock Smash. Nou ja, Flash kan ik. Kan ik wel een Shuppet leren. Makuhita. Hebben we daar niet op. Oh, ik heb Gym 2 natuurlijk nog niet gedaan. Rip. Kak. Denk ik even. Oh, ik kan Flash gebruiken. Dan zie ik wat meer. Maar nee. Gewoon nee. Was het antwoord. Oké. Okay. Huh? Je moet op de zesde badge hebben voor. Oh, ik ben echt zo'n stomme klapmogel.
Wat? Ja, ik denk van, oh, ik heb net toch de 6e gym verslagen, maar dat is de 7e gym. Ik voor niks de 7e gym verslagen. Weet je die? Ja. Shit, bro. Dat is die met die psychics, toch? Ja, dat is inderdaad de 7e gym, ja. Ah, shit, bro. Ja, dat... Dat is mooi. Ja, dat is wel zuur. Kijk, wat zit hier? Reggie's Tea... Oh, dat is Reggie Ice. Fuck. Fuck my life, dude. Ik wil helemaal geen Reggie Ice. Reggie Steel, wat the fuck. Hier, dit is Loop Dood. Victory Road, Sleep Dood. Desert Runes, Sleep Dood. Pokémon Center. Move the Leader. Ja. En dit was volgens mij. Oh, Slip. Oké. Hier is letterlijk niks. Ik merk wel dat ik echt als kip zonder kop aan het lopen ben. Gewoon ik ook. Alles en nog wat, want... wat was dit? We hebben allebei de 5e gym ook nog niet gevonden. Nee. Nee, hij zit wel heel goed verstopt. Het zal wel ergens zijn waar we niet aan denken. Yep. Kijk, dit komen we hier. Ik denk dat ik heb, voor mijn gevoel heb ik Rustboro echt niet goed geëxplored. Ik heb hier iets over het hoofd gezien, denk ik. Oh, wacht. Wat zat hier? Dit heb ik nog helemaal niet. Hey, kut. Nice. Herinneren dat ik hier ben geweest. Oei, oh, hier kon je volgens mij een Firestone pakken. Oh? Hier ben ik nog niet geweest. Potentie. Zwaar potentie. Kabelbaan. Lily Cove gezet, maar ik zit wel te surfen. Vorige keer weet ik wel dat de Shoal Cave niet gerandomized was, maar ik weet nu niet of hij... Ja. Is hij nu gerandomized? Weet je dat? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee. Dat durf ik niet te zeggen. Okay. Maar nu ik toch aan het surfen ben, als ik voorzichtig heen en weer ga, dan kan ik misschien een Pelipper vinden. Of een Wingull vangen. Dat kan ook. Okay. En dan moet ik hem alleen nog levelen. Dit is allemaal tentacool. Heel cool man, die tentacool. Zeker. Pelipper. Aye, let's go. Pelipper binnen. Let's. Dat is nog een rijtje klaar. Ai. Kijken, wat zou ik nog meer met surf kunnen doen? Wat zou je doen met surf? Nee. Ah, ik ga kijken wat de Shoal Cave... Shoal Cave is gewoon Shoal Cave. Ja, dat dacht ik wel. Dat is wel een beetje minder. We gaan weer naar Rustboro. Wat zou je doen als je gym 3 niet hebt verslagen? Oh! Hier kan ik strength krijgen. Oh, en dit zijn twee andere ingangen. Easy clap.
Oh, laat het alsjeblieft niet een Elite 4 zijn hier. Alsjeblieft niet. Een markt. Oké, okay, daar hebben we niks aan. Oh. Rock Smash krijgen we Strength. 3 Krunt verslaan. Dag Krunt. Pico gered. Nee, het loopt dood. Sad. Heel erg sad. en dit was ook alweer? Oh ja, markt. Niks. Daar heb ik niks aan. Oké. Nou ja, in ieder geval zijn we weer een slotje verder gekomen. Met de Pelipper. Yeah. Hey, jongens. Nou ja, dit liep allemaal dood. Wat was dit? Oh, hier heb ik ook nog niet gecheckt. Center. Magma Hideout. Glacia, fuck. Fuck my life. De potentie zat er echt in, Milan. Glacia ben ik ook nog niet tegengekomen. Dus dan ben je ook echt op een plek gekomen inderdaad waar ik ook nog niet ben geweest. Ik kan je vertellen, het is echt een kut plek. Bike Road. Oké. Okay. Wat is dit? Hier heb ik ook nog eentje niet gecheckt. Ah, fuck my life. Het is het begin van de Sifu. Weer een shiny. Nee, Norman. Nee. Letterlijk hetgeen wat ik nodig heb. En hij vindt hem sad. Het enige is dat ik daar nu nog terug moet zien te komen. Want ik krijg eerst het Wally-filmpje. Oh nee, ik kom ook al terug. Ik denk dat als ik nu met hem praat, dat ik dan... Ja, nice. Ik kan in ieder geval strength gebruiken, dus... Maar ja, ik denk dat jij dat niet had... Oh. Goed, Norman is verslagen. Ik heb ook hem gevonden, yes! Wat? Ja! Milan! Yes, let's go! Ik haat mijn leven. Ik dacht eindelijk, ik heb de kans dat ik een soort van een beetje voorloop. Yesie! Hi, oké, okay, surf binnen. Poggers. Oké. Okay. Wat een bullshit is dit zeg. Maar dat betekent dat ik zou Giga Drain kunnen fixen. Gabby en Ty. En de in-game 2? Nee, die niet. Er zijn nog een aantal, dan moet je gewoon de locaties vinden. Oké, okay, we gaan naar... Nee, trouwens. We gaan naar deze. Ik ga lekker de lange weg nemen. Naar de Quasar. Ik mag lekker surf leren. Want HM's zijn allowed. Kabooming. Kabooming voor reeling. Wat zou je doen? Als je geen surf mag gebruiken. Dan doe je geen surf. Come on. Eén surf gebruiken. Let's go. Het zou wat zijn. Even kijken. We moeten deze kant op. Deze trainer heb ik al bevochten. Deze kan ik allemaal overslaan. Ja. Kut. Rijdt net om. Ik heb Gabby en Ty in ieder geval voor de eerste keer verslagen. Ai. Deze moeten we even checken. Wat is dit? The Black Glasses Guy. Daar hebben we niks aan. Ik hoop zo dat we
Dit is het toch? Do we have crash types? Ja, oké, okay, team deze is binnen. Wat? En dan gaan we naar Morville. Nog steeds de onderste rij, Nick. Ah, dat gaan we fixen. Komt goed. Ja. Yeah. Ja, dan hebben we Ty en Gabby voor de tweede keer. Beetje jammer. En we zeggen battle accept. En dan moeten we weer vliegen. Waar zaten ze ook weer? Ik dacht dat ze hier zaten. Niet? Oh, kut, Drake. Lekker die dragon Pokémon. Lekker dragon. Slay them dragons. Niet? Oh. Nee, dit was de bike shop. Hier zaten. Even een safe stateje. Wat was dit? Oh ja, dat was een stomme markt. Kom maar door. Oh ja, dat is waar ook. Ze zitten daar. Perfecto. Ze zitten hier natuurlijk. Oppa, surf, strength. Nee, stop met leren. En dan zeggen we greetings, bye-bye. Greetings, Pokémon. Bye-bye. Bye-bye, swai-swai, want dan kunnen we hem afvinken. Kijk, wat dan mis ik? Jigglypuff. Dan gaan we Jigglypuff vangen. Oh. Kut. Wat gaande, man? Je hebt 2 shinies vandaag gevangen, maat. Ja, maar toch haat ik leven. Oh, dat is wel heel sad. Ik ga hem in ieder geval niet meer winnen. Nou, maar de laatste paar, die zijn wel heel kut om te vinden. Voor ons beiden. Ja, maar jij hebt al een paar kutten gedaan die ik ook nog moet, zeg maar. Dat is waar. Wat die soda popka is. Oké. Nu nog de Jigglypuff tegenkomen. Het is waarschijnlijk weer zo'n 1% encounter. Ze hebben echt heel veel 1% of 2% encounters in die bingo kaart gezet. Yep. Stomme randomizer. Ah, daar zie je. Oké, Greepbal. Ah, Jigglypuff is binnen. Goed, dan zijn er alleen nog maar de vervelende dingen op de bingo kaart nog over. Dus ik denk dat ik maar de locaties die ik alleen kan bereiken met surf ga checken. Goed.
Fuck. Volgens mij ga ik de verkeerde kant op zelfs. Ja, ik zie dat ik hier in de echte game nooit ben geweest. Toen ik de game gewoon normaal speelde. Ik ben nu op dat stukje vlakbij Jigglypuff, zeg maar. Ik heb dit echt nooit gedaan. Niet? Nee. Ik ben er wel eens geweest, denk ik. Ik ben er een keer in een Romek geweest, omdat je de starters kon vangen. Ah, ja, die zijn wel belangrijk, inderdaad. Dat is wel leuk om te zoeken dan. De move doet er, nee. Het is niet wat je wilt, jij maakt het verschil. Pokémon. Pokémon. Karaoke, man. Vraag me af, zijn die dive dingen dan ook gewoon rando, mando? Hey, meteen Jigglypuff, de eerste encounter. Easy peasy. Oh, dit is zeker de ingang van... Ik ging Skypiller binnen en kom gelijk Skypiller. Wacht. Dit was gym 8. Ah, kut. Had ik gym 6 nou maar gewoon meteen verslagen toen ik die tegenkwam? Dan vind ik dat een stuk makkelijker. Dit. Jigglypuff, Jigglypuff. Mooie zang. Wat wil je nog meer? Gewoon Milan die even een heel mooi emotioneel. Dat moet ik vergeten. Een nummertje eventjes zingt voor iedereen. Dit heet je wel heel erg in de feels, hè? Echt wel. Mijn trainer moet en zal tegen mij vechten. Dat klopt, ja. Oei, 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 oei. Nee. Nou, het kutte is, de locaties waar ik moet zijn, dat zijn allemaal in huizen. Wat is dit? Een markt. Fantastisch. Goed. Even erbij staan zitten. Gaan we hier checken, denk ik. Wat was dit? Ah ja. En dit was... Ja. Altijd leuk. Leuk. Leuk hoor. Leuk, Frank. Die. Die. Oh, dan komen we hier uit. Dit leidt weer naar dat. Dit leidt weer naar zus. Dat leidt weer naar zo. Ja. Blijkbaar heb ik nog steeds niet de center gevonden van Moss Deep. Heel bijzonder dit. Yup. Oh ja, hier zat... hier zat die heen. Trouwens, ik heb nu Flash, toch? Ik heb Doofort nog niet de badge. Dat was ik even vergeten. Oh, dit is die met die ledge. Dat je dan vastloopt. Mirage Tower. Oh, hier kan ik... trappetje heb ik nog niet gehad. Ah ja, natuurlijk. Kan ik hier gewoon doorheen? Dat is een geheimpje. Wat? Alleen... Ik kom denk ik niet meer bij het begin...
kan alleen maar naar de overkant. Tenzij je zo doet. Oh. Dit is heel kut. Dit is ook geen enkele manier. Dit doet me zo erg denken aan Kaisa. Kut. Dit is die plek met het water, weet ja, je wel. Ja, die stroompjes. Ja. Maar ik wil naar de andere kant komen. Waar je normaal gesproken begint, maar dat kan dus niet. Trouwens, ik kan niet eens... ik kan niet eens op het land komen. Omdat ik niet surf. Nou, dan ga ik maar met de stroming mee weer naar de ingang waar ik vandaan kwam. Ik kwam uit die zeg maar dat grotste stuk waar je dan weer normaal gesproken aan het begin begint. Mm-hmm. Nou, ik ga weer hier vallen. Wat zit hier? Abandonship alweer. Leuk. Heel leuk. Ja. Ik zit vast. Kut. Oh ja, daar heb ik toch geen zin in, jongens. Oh. Wat? Oei. Ik moet even naar de wc, hoor. Ga jij even lekker plassen? Ja, tot zo. Tot zo. Ja, maar gewoon lekker door. Ja. Want het vinden zal nog niet zo makkelijk zijn van een van die huisjes. Ik heb de bike road trouwens nooit afgemaakt. Misschien zit hij daar wel. En in New Morville. Daar zou het ook nog wel kunnen zitten. Ja, want wat hebben we nog meer wat we met surf kunnen doen? Qua ingangen. Niet zo heel veel meer hierna. Dude, dat zou het zijn als Oras zo'n randomizer van maakte. Wat is dit? Dat zou wel echt heel erg hilarisch zijn. Oké. Wat zit er dan hier? Het huis van Steven Stone. Nou, daar heb ik nou net echt helemaal niks aan. Ben ik weer. Hoi. Nou, ik had het huisje van Steven Stone gevonden, maar... Daar heb je ook niks aan. Nee, inderdaad, want ik had niet de dinges gered. Die gastjes, weet je wel, in het observatorium. Mm-hmm. Oh, kut, man. Maar gaan we weer hier naartoe? Gaan we weer deze checken? Deze twee. Ah, kijk, dan komen we hier. Ik wilde nou net hier naartoe. Nou. Oké, wat is dit ook weer? Dit kan ik me niet echt herinneren van C4 Cavern. Ik ga even hier een safe state zetten, want dit is zomaar iets... Oh, dit is de andere kant. Vet. Dan weet ik dat dat helemaal niks is. Yeah. Ja, dat is beter dan niks weten. Oké, wat is dit? De andere kant van de magma hideout. Yay. Nou ja, op zich kunnen we daar nog wel een keertje doorheen. We zijn er echt heel kort geweest. Oké, wat is dit? Granite cave. Is dat het stuk waar ik de fiets moest gebruiken? Of is dit... Oh, dit stuk, dit ken ik nog. Hier ben ik nog laatst geweest. Ah. Ik schuif gelijk die fucking boulder in de weg. Nee, dit wordt het niet. Volgende. Hier is de master ball. Hier kom ik net vandaan. Hier ben ik ook nog niet helemaal door geweest. Oké. Ik heb goed nieuws. Wat is het goede nieuws? Ik heb de zesde gym gevonden. Ah, dat is geen goed nieuws. Dat is slecht nieuws voor mij. Jij mij niet gunning? Ik wil heel graag winning. Ja, maar jij gaat sowieso winnen. Ik kan echt niet binnen 20 minuten
meer dingen dan jou krijgen. Kijk, wat moet jij nog? Giga Drain. Je hebt een Grass type, toch? Ja, maar ik weet niet waar die Giga Drain duwt is. Googling is besting, friending. Ja, maar dan ja. Pelipper is redelijk makkelijk. Multi-hit, move, zal misschien nog wel. Dan moet je even gaan kijken wat je zou. Heb je niet iets met multi-hit move op dit moment? Ik zal straks even in de box kijken. Kijk, wat is dit? Jammer. Ik dacht heel even dat ik de een van die trading guys had gevonden. Wat mis je nog meer? Everstone is wel lastig. Ja, ook nog zo eentje, ja. Die is wel lastig om te vinden. Wacht, dit ging toch door iets heen. Is dit misschien? Premier Ball, bro. Kinda set. Ik weet ook niet hoe dit huisje eruit ziet met waar je die rolls kan traden. Ik weet dat ik de fanclub heb ik totaal niet gezien. Ik zou ook even uit mijn hoofd niet weten hoe die eruit ziet hoor. Kijk. Wat was dit? Ja, hier ben ik ook al geweest. Hier zat toch ook een, dacht ik. Ja. Oh, dit leidt letterlijk naar... Wacht, dat was toch ook een... Fuck it, YOLO. Waterpolo. Ik heb de plek gevonden waar je bacon kan vangen. Oh. En ik heb een bacon gevonden. Heel ziek. Die ga jij ruiling. Ja. Als jij de meneer van de ruiling tegenkomt. Inderdaad. Maar hij moet wel in de bal gaan. Timerbal. Oh, eindelijk een keer een andere move op Groudon. En het is? Eruption. Easy peasy. Ik moet hem gaan safe state, want hij wil niet in de bal. You get in the ball. Nee. Hij moet in de bal. Hoppa, 1 AP. Nu ga je erin, bitch. No. Hoppa, bacon binnen. Dan is het nu een kwestie van een huis vinden. Waar je kan ruilen. Want het is echt tragedisch. Nee! Hoezo? Je hebt niks meer om me te geven. What the fuck, maat. Een rare kerel, die guy. Oké. Wat zit er hier ook weer? Rayquaza. Battleburg. Waar is dat huizing? Kom op. Huizing. Waar ben je huizing? Hey, doe be needing huizing. Nee, niet Phoebe. Oh, kut. Ik heb de verkeerde F in. Effing Ening. Wat is Effing Ening? Sky Pillaring. Dit. Bannership, Focus Center, Further Turf. Ik ook al 20.000 keer geweest. Dit was een shop. Volgens mij was hier de Focus Center, Focus Center. Oké, dan gaan we. Dan vraag ik aan Bagon. Bagon, wil je met me mee? En dan zeg jij nee. En dan zegt hij ja. En dan tieven we Oddish in de box, want die hebben we niet meer nodig. Oké.
Save state once again. Ik moet er gewoon elke ingang in gaan die ik kan. Ik vind het ook raar, want we hebben ook nog niet die sodapop guy gevonden. Dat klopt, ja. Tenminste, misschien dat we hem wel hebben gevonden, maar op dat moment nog niet aan hadden gedacht. Wel, laten we eens checken wat dit in dit huisje kan, zeg maar. Dat is, kan mij overkomen zijn. Zo'n huisje, ja, dat kan inderdaad. Kijk, wat is dit? Ah, weer die stomme bikerout. Ik heb hem gevonden, holy shit. Hier ben ik wel geweest. Oké. Okay. Oh ja, je moet wel alle trainers verslaan voordat je de sodapop kan kopen. Hmm. Nou, dat is op zich nog redelijk snel te doen. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Oké. Okay. En hoeveel moest ik er kopen? 6. En ik, volgens mij krijg je gelijk half dozijn. Yep. De sodapops zijn binnen. Goed bezig. Dankjewel. Maar ik was even vergeten dat die bike rood, dat er 2 ingangen zijn in. Want ik ben hier al een paar keer geweest. Ik heb het niet meer nodig. I do be using safe stating. You can't dismount your bike here. Oh, krijgen we dat weer. Ja. Tenzij de game je forceert om van die bike af te gaan. Yep. Goed. Heb ik dit huisje al gecheckt? Ja, dit komt mij heel bekend voor. Heb ik deze al gecheckt? Oh, dit is een center in een center. In een center. In een center in een center? Ja, en dan ook weer in de center. Oh, interessant. Inderdaad. Ik ga weer naar deze. Ja, of ik moet Wallace gaan halen en dan met boot naar Battle Frontier. It's the Battle Frontier. Pokémon. Dat lost ook niet zoveel op, weet je. Je moet die snelle pakken. Kijken. Kom je weer een sleepport uit. En dan kom je weer daar uit. Dit komt hier uit. Dit komt weer uit. En dit was volgens mij Drake. Nee, Naval Rock. Ah, dit was Drake. Hey Drake, ik ga je even in elkaar slaan. No. Vind je niet erg, toch? Pak even je halve team op. En dan alleen nog Kingdra. En dat was Drake. Doei, Drake. Je slaat me alleen maar om even door te gaan. Dat hij de kamerdeur weer openmaakt. Oké. Okay. Oh, wacht. Laten we hier checken. Ah, dan kom je weer in Mos Deep. Gaan we terug. En dan gaan we dit keer in dit kamertje. Pak de abandoned ship, bro. Ik word niet goed van die abandoned ship. Nee. Kom de hele tijd daaruit. Oh ja, dit is ook natuurlijk een shoppenroute. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Dan komen we hier. Man, ik wou dat ik wist wat ik miste. I
Skull van Gabby. Ah, oké. Okay. Ik heb geen keuze. De keuze is reuze. Ah, nee. Wel? Ik was in Skypeul aan het fietsen, maar ik viel door zo'n gat heen. Very sad. Heel sad. Wacht. Dit. Was, oh ja, dit was Victory Road. Je denkt dan, oh, er was een huis en dat stond daar en daar zat de nutteloze NPC's. Maar dan denk je, oh wacht, maar dat kan de trade guy zijn. Dit is de achtste gym. Sky Pillar. Nee, kom op zich naar boven lopen. Andere kant van Sky Pillar en dan Mount Chimney. 116. Seafloor Cavern. Route 115. Ah, waar zit je nou? Futsiba. Hij zit echt heel goed verstopt, Milan. Ah, oh, weet je wat nog het ergste is met die soda pop? Nou? Ik ben daar geweest. Ik heb al die trainers daar verslagen, maar ik heb niet meer gepraat met die gast. Oh, meen je die? Ja, een hele tijd geleden. Ik heb ook geen idee meer waar die was. Jeep, bro. Oh, die had je dan van mij... Oh, wacht. Holy shit. Dit is de leak. Hier ben ik nog niet geweest. Of jawel, ik ben hier wel geweest, maar ik had letterlijk niet gepraat. Hoe kom ik daar ook weer achter waar dat ook weer was? Daar kan ik niet echt achterkomen. Nee, het was echt heel erg... Niet echt talent. Medi Sky Pillar. Loopdood. Oké, wat is dit? Loopdood. Oh, ik krijg telefoon. Oh, I. Even kijken hoor, hoe doe ik dit? Een telefoontje. Ja, hij moet zichzelf muten natuurlijk. Ik hoop dat hij mij dan ook even gemute. Dan zit ik een beetje doorheen te lullen. Heb ik dit allemaal al gecheckt? Ah, weer zo'n... kut. Ja, en dan komen we weer hieruit. Waar zitten die guys dan? Nou, we moeten maar weer even Zootopolis checken, want... Ik zou het anders niet weten. Hier zit niks. Hier hadden we wat. Vampire ken ik nog. Oh, het is ook al vier zo'n beetje. Maakt niet uit. Het is ook al bijna al vier, man. Dat klopt, ja. Dus we moeten al bijna afsluiten. Nog even een paar minuutjes door. Ik heb nog geen clue gevonden. Kan jij me in ieder geval vertellen waar die sodapop ook weer zat? Ik weet het echt niet. Ik zweer. Ik weet echt niet waar die zit. Dat was ook gewoon echt geluk hebben. Ik weet dat het iets te maken had met zo'n bike ding waar je dan de fiets voor nodig had. Maar ik heb het zonder bike gedaan, want ik heb geen bike. Oh. En ik weet zeker dat ik er ben geweest. Ja, ik moest... Maar ik weet echt niet meer hoe. Volgens mij was het iets ook gedeeltelijk met Meteor Falls, maar ik kan het mis hebben. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ik kan me herinneren dat ik dat wel zag. Dat ringt wel een belletje, zeg maar. Oké. Okay. Ik wilde in Whispero checken, jongens. Dat is niet gelukt, ding. Nee, inderdaad. Ik werd weer gelijk eruit geboet. What the fuck, altaar, ja? Victory Road.
Ik heb het einde nog niet gecheckt van Victory Road. Ja, en alles daar tussenin met Surf. Daar ben ik ook nog niet geweest. Normaal gesproken zou ik zoiets hebben van, ik wil wel kijken waar alles zit. Yeah. Maar nu zit ik echt zo van, ik heb echt geen zin om die hele rond weer te gaan checken van waar alles zit. Dat. Thanks. Oké, goed. Wat zit er? Stop. Stop met denken altijd. Abandoned ship. Fuck my life. Dat is toch je favoriete locatie uit de game? Ja. Ja, ondertussen wel. En het leuke is, dat is die kamer waar je de storage key krijgt van die guy. Dus dan kan je die deur openen. Als ik het goed heb. Nou ja, daar zat ik wel mee te kloten met die deur, maar op dit moment heb ik het niet nodig. Ga weg. Oké. Heb ik een max revive? Of een revive? Ik heb wel een repel. Oh, ik heb een revive. De Rayquaza was gefeind. Dit was niks. Dit was niks. Nee, dat kan ik beter hier checken. Wat? Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Ja, oké. Nee. Heel ver gekomen. Normaal gesproken gaan we alleen maar voor bingo en dan... Ja, maar ik vind dit kan je best wel de hele kaart doen, zeg maar. Of in ieder geval... Wie het meest kan halen van de hele kaart, zeg maar. True. Nou, die make an in-game trade had ik zo makkelijk kunnen doen, maar... Want ik heb al 2 Pokémon van de 4 trades die je kan doen. Waar moest je de Soothbell halen? Want zover was ik nog niet eens. Je moet de Pokémon Trainer Club huis vinden. En dan moet je met een van die chicks praten. En die geeft jou dan de Soothbell. Oké. Maar ja, dan moet je wel... dat huisje kunnen vinden. Hij zit normaal gesproken in een sleetpoort. Oké. Maar ja, ik heb hem niet kunnen vinden. Totaal niet. Dus de rest is me wel gelukt. Dus daar ben ik op zich wel trots op. Ja. Nou, ik vond het wel heel leuk. Ik denk dat we, als we het met Sander gaan doen, dat we deze versie moeten doen. Ik denk dat wel het leukste is. Ai, ja, kom wel. Nou ja, dan wordt het al helemaal een gedoe met hem, want hij weet echt niet waar alles zit. Nee, maar dan kan hij dan gewoon googlen. Super nice. Ja, is goed. Iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vind je Nando nou een coole jongen? Ga dan, je kan naar de Subparkhuis gaan. Nando zegt dat het niet van hem is, dus daar gaan we nog even vanuit, hè. Maar daar maken wij wel eens meerdere series op... waar wij allebei in zitten. Dus dat is leuk. Inderdaad, dat is zeker leuk. En dan zie ik je heel erg bij de volgende keer, want we gaan dit vast nog een keer doen. Inderdaad. En Nando is de winnaar. Gefeliciteerd overigens. Thanks. Volgende keer, dan pak je me wel weer. Ja, dan mag jij 2 shinies vangen, ja? Ja, is goed. Afgesproken. Oké, adios. Doei.